Het jaar is 1914 en de Eerste Wereldoorlog is uitgebroken in Europa. Wij zijn Belgische officieren die door de oorlog onbedoeld Nederland binnenkomen. In Nederland werden we aangehouden. We mochten niet meer vechten vanuit een neutraal land. Ze vroegen ons om erewoord te geven. We moesten stoppen met vechten, maar dat konden we niet doen. Onze eed verbiedt het ons. We werden gedemobiliseerd en vervolgens geïnterneerd in een kamp op een eiland midden in de Zuiderzee. Een kamp op Urk. De omstandigheden hier zijn bar. De winters zijn koud en we hebben honger. Veel van ons zijn ziek geworden. Of verzwakt geraakt. Waaronder ook mijn beste vriend. Ik heb het gevoel dat ik nutteloos ben. Ik vecht niet mee aan het front voor mijn vader. In plaats daarvan zit ik hier opgesloten. Er moet toch iets zijn dat ik kan doen. We komen er wel doorheen. Ik ben er voor je.